gouden medaillewinnaar Dorian van Rijsselbergen maakt zich op voor het Olympisch test-event dat komende week begint in Rio de Janeiro. Hij is er klaar voor. Wat we hier gaan bereiken of willen bereiken is dat we gewoon zo goed mogelijk evenementen hier varen. Het is het Olympisch water. Hier moet alles gebeuren. En we willen zo goed mogelijk een mooie wedstrijd varen. Nu fietst Dorian van Rijsselbergen lekker door het zonnige Rio. Maar de afgelopen dagen was het slecht weer in de baai. Er was veel regen en er waren rukwinden. Maar voor de training was dat juist goed. Maar dat soort weer is het wat moeilijker, want je bent altijd nat en zo. Dus het is niet het ergste van de wereld, maar het is niet een geweldig fenomeen. Maar daarnaast, windpatronen kunnen bekijken in de dagen. En er is natuurlijk de mogelijkheid dat het ook tijdens de Spelen kan gebeuren. Dorian van Rijsselbergen traint samen met Kieron Batloe, die zich in korte tijd ook richting de wereldtop heeft gewerkt. Maar zijn de twee geen concurrenten? We zijn sinds vorig jaar september zijn we met elkaar gaan trainen. We hebben elkaar, kunnen elkaar goed vinden. Tevens is hij ook mijn concurrent en de enigste andere Nederlander die naar de Spelen zou kunnen. Dus we proberen elkaar zo goed mogelijk te maken en ondertussen houden we elkaar netjes in de gaten. Ja, hij is een van de beste van de wereld en ik kan daar superveel van leren. En dat merk ik ook het afgelopen jaar dat we samen hebben getraind, heb ik zulke grote stappen al gemaakt. Ik vind het gewoon heel mooi dat ik met iemand kan trainen die zo goed is. Dorian van Rijsselbergen trok vorig jaar aan de bel en vroeg aandacht voor de zeer vervuilde baai waar in 2016 de Olympische Spelen worden gehouden. De gemeente Rio de Janeiro beloofde toen de baai schoon te maken. Het grote vuil is eruit, maar er is nog steeds de waterkwaliteit nog steeds niet optimaal. En er zijn nog steeds genoeg plastic zakjes waar je die om je fin heen kan laten vouwen. Het Olympisch test-event begint op 3 augustus en duurt tot en met 9 augustus.